Dit is jullie gebied. En we gaan elkaar proberen over die streep te krijgen. Maak contact met de persoon die tegenover je staat. En ga die confrontatie aan. Het is de interactie onderling. En daarin nemen ze rollen aan. Van ik ga nu opletten hoe jij spreekt. Ik ga nu op jouw lichaam staan letten. En dan verwissel je steeds rol. Werk je met de groep. En dan werken ze eigenlijk zelf. Dus dat is eigenlijk gewoon zelflerend. En ik stuur dat aan. Ik coach ze daar meer in. Van nou, ga daar nu meer gas geven. €500, hè? €500 hebben we het hier over. Over die streep halen gewoon. Waarom ik motivational speaker ben geworden is omdat ik denk dat ik daar vroeger heel veel behoefte aan had. Ik zou heel graag, ik had dat vroeger wel heel graag gewild eigenlijk. Iemand die mij zou kunnen motiveren om net even dat laatste stukje te geven. Om net even door te gaan. Ik ben niet altijd assertief geweest, zeker niet. En lang niet altijd zelfverzekerd. Tot 3 HAVO was ik de kleinste van de klas. 1 meter 52 of zo. Dus dat was best wel pittig. En ook nog eens keer de dunste van de klas. Op het moment dus dat je dan sport erin brengt, waardoor je fysiek sterker wordt, mentaal word je krachtiger. Je gaat je minder snel zorgen maken ook over als je met dreigingen op straat. Ja, ik ben dat het altijd een last was als ik hierdoor terug moest naar huis. Dan fietsen we zo. En dan gingen we daar, dan ging jij die kant op. Ja, ja, ja. Ik kon nog een stukje met je mee. Maar ik vond het altijd een... Ik keek er niet echt naar uit om hier langs... Dan fietste ik wel eens gewoon, ja, een beetje om of zo. Dan... Ja, ik liep ook nog wel eens, daar langs. Zo, hè? Ja, en dan hierdoor tussendoor. Je begon eigenlijk al aan het begin van je straat begon je al om je heen te kijken. Ja. Waar ze waren, zeg maar, om het zo te zeggen. Ja, dan krijg je gewoon opstootjes en dan ga je proberen te verdedigen, te verzetten. Maar ja, je staat alleen en wij proberen ook, ik probeerde dan ook wel eens hier en daar wel van die lichte schermutselingen wel eens gehad. Wat gevechtjes. Maar dat had heel veel impact, dat je gewoon heel bang bent. Toen jij, zeg maar... Ja, mijn angst met vrouwen heeft ook een grote rol gespeeld, denk ik wel. Toch wel, ja, niet snel genoeg op een bepaalde leeftijd activiteit met vrouwen hebben. Of in ieder geval communiceren dat je een bepaalde bevestiging hebt van hey, je bent een leuke jongen of iets. Daar te lang mee gewacht. Komt uit angst. Hola, kom erin. Hey man. Hi. Hoi. Goed. Ja, het ja mooi prima. Uit. Dank je. Het mooi uit. We waren het ook met Erik bij de lagere school en zo, weet je wel. Dat je oh, wel die, ja, hier in... hoe ging dat? Die herinneringen en zo, een beetje, dat je dat... Ja. Cool. 34, hè, ben je nu. Of niet? Ah, is cool, man. Let's go. Let's move on. Ik weet het, schatje. We hebben het niet makkelijk gehad. Die gaat goed. Is oké, okay. Lastig. We hebben het niet makkelijk gehad, toch? Dat weet je. Maar we gaan door, toch? Hoort ook bij de mensen, hoor. Dit is normaal, hoor. Toch? Dat je gaat. Dit is ook wel iets dat je wel echt terug gaat graven en zo. Ja, het brengt veel naar boven, hè? Ja. Maar ook mijn tekortkomingen, zeg maar. Af en toe realiseer ik mij dat dan wel weer van, goh... bepaalde dingen heb ik niet aan kunnen voldoen. Dat realiseer ik me, maar ik kan niet meer terugdraaien. Snap je? Om het te verbeteren. Maar met de beste wil moeten we er wat van maken en doorgaan, weet je. Het is ademhalen. Ja. En steeds dieper ademhalen en ja. Steeds dieper ademhalen. Zichtrim is ontstaan door een kinderdroom eigenlijk, die ik met mijn beste vriend had, waar ook altijd computerspelletjes maken. En in die periode heb ik heel veel software ontwikkeld. Ja, in die tijd heb ik heel veel aan mezelf gewerkt. Boeken gelezen, studies gedaan, toneelschool, toneellessen. Ja, waarom? Als je niet eens op een foto durft te staan, dan gaat er iets niet goed. Ja, ik zeg niet dat het niet goed gaat. Maar... Het was wel een kant die ik wou ontwikkelen.
waar ik meer tijd en energie in wil steken. Om te ervaren hoe het leven dan zou zijn als ik dat anders zou zien. Als ik me anders zou voelen als ik voor een publiek zou staan. Ik heb me heel lang afgevraagd van waarom ben ik zo bang om in een groep te praten? Waarom durf ik mijn hand niet op te steken? Yes! Oké, okay, tekening. Gaat het zo doen? Ja, dit is ook een grote plaat. Dit is bijna 15 jaar geleden, joh. Is ook wel eens een van die karakters op jou zelf gebaseerd? Of, ja, deze. Wie is dat dan? Dat is Guy. 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 Dat is afgeleid van Kisef. Kijk hoor. Wow. Hier zie je hem, dat is Guy ook weer. Alleen dan is hij hier, hij is steeds meer stylerik. Wauw, waar moest Guy al van doen? Nou, hij was in ieder geval heldhaftig. En hij zocht avontuur. Het was een prins. Dat was een prins. Maar hij heeft zijn hele koninkrijk achter zich gelaten. En toen is hij met een kameraad uit het bos. Dat was een wijze. Dat was dan tijd. Dat was dan een wijze. Ja, die kwam dan uit een soort spirituele wijzigachtige spiritueel bos. En dan gingen ze samen de wereld in. Maar ja, ik durfde het niet. Ik wou het creëren, maar ik durfde het niet te leven. En nu leef ik het. Dat is het verschil. Het verleid op zich, daar heeft een beroep van gemaakt. Daaruit is het idee eigenlijk gekomen om dat gewoon groter aan te gaan bieden. Ik zeg van nou, ik ga jongens sowieso trainen in verleiding, gastheerschap met vrouwen, het vergezellen van vrouwen, het communiceren met vrouwen. Dan kun je doorlopen en dan kun je zelfs daar nog misschien wat pakken. Ja. Bij die hoek. De corner. Ja, en dan gewoon zo. Nou, ik moet even wat bedenken om het kaartje af te geven. Ik heb wel iets in mijn hoofd. Nou, ik zal niet heel lang storen. Het is gewoon mijn visitekaartje. Oké. Je mag naar kijken. Eventueel contact maken. Ja? Ja? Oh, die is als gezien alleen een man. Nou, we hebben dat gezien? Hoerenlopers. Ja? Ja, maar... Nou, doe er nog maar een man. Dan deel ik ze uit. Nee, wacht. Dit is meer dan dat, hè? Dit is gentlemanship. Kijk, je wil vrouwen gewoon alleen triggeren in eerste instantie. Bewust maken dat dit bestaat en dat het iets zou kunnen zijn. Dat is al genoeg. Neem plaats. Stormy is eigenlijk de kapitein binnen Private Man. Hij is gewoon koploper. Hij is er als eerste bij gekomen ook. Je moet er echt van. Je moet van vrouwen houden sowieso. Je moet van, ook wel van seks houden natuurlijk. Dat kan natuurlijk alle kanten opgaan. Maar ik bedoel 18 plus, zeg maar. 18 plus naar boven. Als een vrouw van 70, 6 miljoen. Nou, 70. Shopping leven. Hou je mijn tasje vast, oké. Okay. Ook wat, maar je moet het. Ik denk dat er is wat meer rek bij ons. Ik heb wel een kaartje. Ik heb hem al aanstaan. U kent Private Man ook, hè? Ook een onderneming van Kisep. Ik weet er iets van. Ja. 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 Hoe, wat vindt u daarvan, als moeder? Ja, wat vind ik daarvan? Het is wat het is. Het is zijn ding. En hij heeft in het begin dat hij het vertelde. Dat was voor mij een shock. Snap je? Ik zat er door de grond. Maar oké, op een gegeven moment. Bepaalde dingen zegt hij wel. Bepaalde heb ik ook gezegd van ik hoef het niet te weten. Klaar, het is jouw ding. Ik hoef het niet te weten. Ik sta er ook niet achter. Ik accepteer het ook niet. Ik heb ook gezegd van als hij dat beroep zelf zou uitoefenen. Nu zou ik niet aan meewerken. Want zo ben ik dan ook wel weer van ik doe daar niet aan mee. Ik hoef het ook niet allemaal te weten. Maar nu ik weet dat hij dan wel trainingen geeft daarin, kan ik me beter vinden. Ik zou mezelf niet als een gigolo omschrijven. Nee, zeker niet. Ik zou me gewoon het beste omschrijven als een opportunistische verleider. Die, als het hem uitkomt, daar geld voor vraagt. En als het niet uitkomt, dan gaat hij met iets anders ervan door. Maar gewoon vrij opportunistisch. Een soort hitman eigenlijk. Je traint en je snipert.